Ik zag Juma voor het eerst en ik had gewoon niet die link gelegd. De momenten dat het heftig wordt, dat het heftig is. Echt een hele mooie spelzaak. Ik speel Willem. En Willem komt vast te zitten tussen verschillende belangen. Waarbij ik vooral Martin meesleep in een onheilspellend avontuur. Waarbij Dwight ons behoorlijk onder druk zet. Ik denk dat ik niet hier door je kant op zou schieten. Ik speel Dwight. En Dwight is een tijdje gevlucht naar Engeland. En nu is hij terug in Nederland. En wil hij de zaken van Henk overnemen. Jullie moeten altijd meer. Altijd meer. Willem is heel erg op zoek naar erkenning en die wil zichzelf heel graag bewijzen. De gelijkenis die ik heb is dat Willem wel risico neemt in het leven om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ik zou Dwight beschrijven als een type die ik wel vaker ben tegengekomen in mijn leven. En ik denk dat de kalmte die Dwight heeft, dat dat een van de dingen is die zeg maar, voor mij heel goed weggelegd is, omdat ik van mezelf ook relaxed ben. Ik vond een heel vet moment op de loopbrug. Ja, omdat dat echt een hele mooie spelzender was. Je hebt wat je wil nu, toch? Nu is het klaar. Klaar? Waarbij het echt flowde. En wat wel vet is, zeg maar, omdat dit voor mij mijn eerste echte grote rol is. Dit is voor het eerst dat ik echt in meerdere afleveringen te zien ben. Dus het was best wel eng eigenlijk. Teun heeft het makkelijker gemaakt door mij zeg maar een dagje van tevoren te checken en te zeggen, hey, we gaan op FaceTime even tekst leren. Op een gegeven moment maakte hij zulke grote sprongen dat ik echt dacht van ja, oké, je bent gewoon op het level. Ja. Ik zag Juma voor het eerst en ik had gewoon niet die link gelegd. Het grap was, ik ken zijn muziek dus best wel goed. Dat had ik op afters best wel vaak geluisterd. En Juma stond daar zo en ik zei, kom hier zitten. We moeten fucking lang wachten. Ja. Leg je er maar neer. Het eerste wat Juma toen zei is van, denk je dat ik een jointje kan draaien? Als je Atje wil zien shinen, dan moet je absoluut Sleepers kijken. Pak je popcorn, pak je chips, pak je chick, pak je mattie en ga kijken. Sleepers nu op motherfucking Videoland.